Dat is dan nou juist ja. De kunst. En de 5 staat erop. Ja. En een merkje. Ja, ja. Kijk, maar de merkje, dan moet ik even goed bekijken. Wat er op zijn krakeling. Salters. Kende dat? Nee, een salter. Nee, ik kijk, er staat een krakeling op. En deze is slechter. Die is beter. Deze. Ja, een krakeling. Zit hem? En dat heet een salter. Dat is een salter uit Engeland. Ja. Ik ben er niet geweest, gek. Kijk nou, dat natuurlijk oude vrouwtjes voor de gek houden. Ja, zeker. Jongen. Deze mag er mee, als je de... Ja, dat is voor kolen. Ja. Oh, je hebt wel goed opgelet. Ja, maar dat is gewoon gelakt, hè. Ja. Dat zijn gelakte boutjes. Kijk, deze is ook wel... Ja. Etna. Oh ja, Etna, ja. Is dat waar? Ja. Dat is een gasbout. Oh, een gasbout. Oh. Kijk, die doen ze zo voor warme, rechtstandig. Oh, ja. Oh. En dan zegt u weer tegen mij, ja, je kunt me nog meer wijs maken. Dat is een elektrische bout geweest, maar daar hebben ze het elektrische deel uitgehaald. Nou. Maar dat is niet waar, meneer, want hier aan de voorkant zitten van die gaten, dus die warmte, die kan er door. Dat is toch de bedoeling, hè, dat je dat hoort van mij, hè? Of niet? Ruzie met iemand, of met een vrouw, of met iemand anders. Neem van mij aan, ga strijken, want liefde strijkt alle plooien glad. En dat vertel ik met een uitgestreken gezicht. Nee, misschien is dit wel leuk om erin te zetten. Ik vind er niks aan. Maar, kijk. Oh, leuk. Meneer, de handvat kan eraf, hè. Ja, ook zo één met de handvat eraf. Want die hele smalle die u toen liet zien, die was voor de... Kijk, nee. Of niet? Dat heb ik niet goed opgelet. Oh, Corsettenbout. Oh ja, voor de corsetten was dat, ja. Dat is bijzonder. En ja. Deze mogen we meenemen, hè? Ja. Heel mooi. Zelfs een muis in de vitrine staan. Ja. En die muis? Dat weet ik niet. Niet aanbrengen. Dat doe ik niet. Weet je wat je doet? Je maakt er een foto van alles wat je meeneemt. Oké. En ik vertrouw erop dat het goed komt. Ja hoor. We moeten even gewoon nadenken. Kijk, dit sluitingje, dat moet onder dat beugeltje vallen. Dus als je geluk hebt, is hij nou weer dicht. Oh, ja. En nou, als je geluk hebt, is hij nou weer open, toch? Ja. Makkelijk, hè? Heel leuk is dat we de verzameling mogen lenen. En dat we hopen dat er ook een heleboel mensen toe geïnspireerd worden om ook hier te komen kijken. Want dit is natuurlijk wel uniek, hè, dit museum. Dat is in heel Nederland niet te vinden. Dan kun je de geschiedenis van de wasom en de strijk ontdekken. Ja. Ja. En in 2018 is het 25-jarig bestaan van het museum. 2018, zo. Klopt. Geweldig. Ja, klopt. Echt geweldig. Dank u wel. Ja. De rekening komt wel. In de winter zijn we op vrijdag en zaterdag dicht. Vrijdag en zaterdag dicht? Ja. Maandag tot en met donderdag en zondag zijn we open. In de winter.